Hallo kijkers van DJ Jelly, welkom bij deze nieuwe aflevering van No Limits TV. We gaan vandaag weer 3 achtbanen bereiden en dan weer een winnaartje eruit kiezen. Maar natuurlijk, het is heel warm en op de kamer waar ik nu zit is het ook heel warm. Ik heb er nu nog geen ventilator aan staan, omdat misschien anders zou storen. Dus ik zet die daar pas aan als tijdens het editen, want het is echt super warm buiten. Jullie weten het al, omdat het zo warm is. Het is nu donderdag en het is echt, het werd vandaag ook iets van 35 graden. Niet normaal, maar we gaan het ook moeten. We moeten gewoon doorzetten en we gaan dus No Limits afleveringen opnemen. En vandaag doen wij de volgende achtbaan en dat is River Raid, Rocket Coaster en dus een ja, express trein. Je hebt er een treintje zal zijn. Maar we beginnen doen we met de River Raid. En ik kreeg dus net al een foammelding van een gras texture en een gras detail. Er komt er nu ook al bij, dus ik weet niet of we het gras gaan zien. Ik hoop het van wel. En anders niet. Maar ik denk het dus niet. Nee kijk, normaal is het allemaal gras. Dus het is normaal gras, geen sneeuw. De texture is helaas niet doorgekomen. Jammer. Maar goed, we krijgen een afgedacht van dames en heren. Super. Daar gaan we. Hoplakaas. River Raid. Afgeschoten. Oh, wat zie ik daar? Een heel diepe daling. Hop, recht naar beneden. Door de berg heen. Allemaal gras moet het zijn, anders zijn inderdaad. Niet gras. Stekje moet doorkomen. Maar goed. We moeten het nog maar even mee doen, helaas. Niet zo graag uit de streepjes omdat er sneeuw is, maar het is wit van ja, tekje niet gevolgd van de post. Dus dat weet je denk ik zelf ook wel. En je ziet ook dat ik er wat lag heb, maar ja, dan hebben we bij meer van de coasters wel. En dan moet ik er dus een tekje doen. Dat ken ik ook wel. Ik kan het wel wat draaien, hoor, ik kan het met je bak draaien, maar niet optimaal. We hebben hier wat vlammetjes. En dan gaan we weer verder in ons avontuur van de River Rings. Langs het water af. Over het water heen. Dit is natuurlijk ook dezelfde baan als wat wij maken in Turbo. Dit baantype met dit karretje, de hypercoaster. En we krijgen een zigzag effect. Zo weer. Apart, maar nu. Zie je niet vaak en we gaan nog eens naar omlaag. Niet te geloven. We gaan nog eens naar omlaag en we krijgen nog een nieuw stuk afschiet. Dat is het tweede stukje afschiet al. En het is echt weer recht omlaag en doen we veel wil daling doortrekken vandaag gaan, maar ik denk dat ik nu dadelijk er wel aan ga komen aan het station. Ups en downs heel veel airtime. Weet je dat nu niet meer, denk ik. Ik denk dat we nu klaar zijn, bijna. En we halen het ook maar heel nipt. Nipt. Nu zijn we denk ik maar klaar. Ja, nu zijn we aangekomen. In het ruimgedeelte. En we rijden in het station binnen van de River Raid. Ik vind het jammer dat het gras niet doorgekomen is. Het is een heel uiteengebouwde coaster. Ja, heel uiteengebouwd. Je ziet dus dat ja, het begint hier. En dan gaat het een stuk naar daar. En het gaat dan als hoger en hoger. En, ja, heel leuke drops ook. Kijk, tot zelfs daar hard. Het water wordt dan ook al doorgetrokken, zie ik daar een stuk water. Hier een stuk water komt, hier een klein meertje, hier een heel stuk water. En op zich is het een hele coaster. Goed, zeker niet slecht. Ook naar de volgende en het is de Rocket Coaster. En daar verwacht ik ook een afschietachtbaan van. Maar we zullen het wel zien. Voor hetzelfde geld is het geen afschietachtbaan. En ook de Rocket Coaster is geladen. Ik ga dit even klaren. Goed, ik ben benieuwd wat we krijgen. Als we dus weer een afschietachtbaan krijgen of niet. Aan de naam Rocket denk ik het van wel. Maar ik ben er niet zeker van, hij is nog wel aan het inladen zie ik. Dus wat anders er. Starting scripts, speeching en daar gaan we.
denk dat we toch wel een actie daarvan krijgen. Met deuren zelfs. Ja, we hebben hetzelfde baantype. Ik hoef stil te staan, denk ik. Hier zullen we dadelijk denk dat we stil komen te staan. Ik ben benieuwd. Jawel. Dus de deuren gaan dadelijk open. Dat hoop ik dan toch. En hopla! We gaan een soort Indaka hier beginnen. Maar dit is ook nog een ander ding. Ja, het begint wel, maar eigenlijk is het een andere kant. Hier zelfs nog een coaster staan. Super. Oh nee, wat? Ah, dat is cool. Dit is geen auto, dit is een auto. Oh, de baan is opgekeerd op zo'n uur. Zie ik met je. Super leuk. Dit is wel een achtbaan die heel veel constructie heeft ook. Heel veel constructies. Dus we hebben misschien wat lag inladen. Algemeen gaat het best goed. Hoppla. Super weather zit hier al. Ik vind het al heel erg met de kleur afwisseling van de baan. Het ging en het afscheid idee met King en K idee. Zo'n idee is het dan. Je past ook nog misschien wat je zet eruit King en K nagebouwd en je hebt dan. Absoluut aan de andere kant. Dus normaal zit hij aan de rechterkant of wel aan de linkerkant. De rest is super fijn nagevoerd. Dus ja, alleen al de naam gegeven ook. We krijgen wat hemmetjes. En we gaan weer verder met het bestrijden van deze achtbaan. Komt dadelijk naar onder. Ik denk dat we een voetje maken, een halve jaar dat ik hier recht kom. Dan gaan we weer een schroepje maken. Voor een bochtje dat van een onderhoud en dan gaan we naar de andere kant lopen, dan maken we een jurkendrek die gaan we over het water weer, dan maken we een splash, dan gaan we weer op weer een oefening denk ik, dus nog ja halve oefening zo op de lijk, dan gaan we een setting spreken, dan gaan we weer een bochtje volgen, een op bocht. Weer een looping, dit is wel een looping. Jawel, dit is eerst een volle looping denk ik. Ik denk dat het verdeerd wordt. Dus zelfs ook de maandag krijg je weer een cup, krijg je veel loopings over. Meer over de kop en zo. Airtime. En dan gaan we weer. Bochtjes werken. Dan krijg je weer airtime. En wat krijgen we hier nog een stukje afschiet en 1, 2, 3. 4 schroeven namelijk voor elkaar, dames en heren. Dat is goed, is er 3. Dit zijn er 4. Super, dan krijg ik weer een airtime. Hopla, airtime. En dan gaan we al in de daling. Alles goed, we zijn al aan. Aan het station van deze super vette coaster. Echt waar, mijn complimenten voor de maker van dit. Schitterend stukje vakwerk. Kijk deze constructie ook, dames en heren. Kijk deze constructies ook. Het is een heel grote coaster. Daar ging hij weer over het water in. Een heel grote coaster is dit, echt waar. Kijk eens hoe groot het is. Kijk hoeveel constructies dit ook zijn. Dit is niet een IT-Dream opgebouwd. Moest je dit echt bestaan hoor. Nee. Echt waar, heel grote constructies. Super vet wel, dat zeker, het is een heel vette coaster, hier hebben we die schroeven allemaal. De tel is 1, 2, 3, 4 in totaal dus. Heel veel loopings ook, heel veel airtimes ook, heel veel bochten en zo. Maar een super vette achtbaan, zelfs die kleurwisseling in het begin vond ik heel vet. Een heel erg leuk achtbaan, Rocket Coaster. De laatste die op het lijstje staat is de, ik ga het proberen uit te spreken, Schwarzwald Express denk ik dat het moet zijn. Ik denk dat het wel zo een mijn trein, of zo'n treintjes achtbaan zal zijn, ik denk het wel, maar dat zullen we dadelijk zien. En hij is geladen en helaas gaan we weer geen gras zien krijgen. Ik zie wel, ja, sommige dingen zijn dus niet, ja. Check de controle, ja, die is net hebben weggeklikt. Ik vind het echt jammer. Mijn spel is zelfs ook even vervallen en ik dacht van, oh, we hebben prijs, dat hij niet gaat doen, maar we hebben inderdaad het treintje. Super. Zoals ik gezegd had, er zijn heel veel bomen blijkbaar ook. Het treintje, heel
palmbomen heb ik gezien, heb ik de indruk. Nou, palmbomen beginnen zo leuk. En deze Argon komt mij ook bekend voor No Limits 2, want dit is een 1 poster uit 1. En No Limits 2 heeft deze ook, maar met minder bomen en heel vet ook wel gemaakt. Ik weet niet wat dit gaat zijn. Het kan. Maar het is heel stom dat we zoveel bomen hebben, want ik zie bijna geen steek van de coaster. Er staan echt veel te veel bomen. Nee, dit is echt niet leuk. Dit is niet fijn. Veel te veel bomen. Ik zie niks van de baan, dames en heren. Geen steek. Ik zie echt helemaal niks. Nu zie ik een stukje en nu zie ik weer helemaal niks. Jongens, stop. We doen met z'n tweeën veel beter. Maar inderdaad, de tweede optakeling die klopt ook. Er waren 3 optakelingen in totaal of zo, 4, ik weet niet meer precies hoeveel. Maar ik vind het heel stom dat er zoveel bomen zijn gezet. Want ik zie echt helemaal geen steek van de baan. Let jullie er evenveel van. Ja, ik hoor ook niks van zien. Nu hebben we weer een stukje open. En dan heel kort het water. Heel wat bloemetjes en zo. Nu zien we wel van de baan. Nu hebben we weer een struikje zich de vloer van zee. We gaan over het water. En dan gaan we in de jungle, om zo te zeggen. Ik vind het super stom. Heel erg ambetant gemaakt. We krijgen de derde optakeling. Ik denk dat dit wel de hoogste is. Tot nu toe. Dat denk ik. En we komen even stil te staan. Maar dat was waarschijnlijk met het andere treintje. Dat we anders in een probleem kwamen te zitten. Dus je moet zich af en toe even. En nu gaan we over het station in. Deze klopt precies met die versie van No Limits 2. Alleen heeft No Limits 2 een veel detailleerder gedoe met veel meer normale dingen. Dus de bomen zijn allemaal weg. Er zijn wel bomen, maar niet allemaal van die palmbomen. Die zijn allemaal niet door de baan heen. Het gras is er wel. De dieven in de No Limits 2 versie, maar je moet het niet meer af en toe met dit. Sorry. Maar deze komt dus niet op plaats 1 of 2. Sowieso niet. Ondanks een heel leuke layout. Maar ik vind dit. Kijk. Dit is niet te geloven. Bomen zijn wel leuk. Maar dat je de hele achtbaan ermee bedekt, dan heb je er niks aan. Hier is helemaal niks in die van de achtbaan. Ik zie hier een stukje baan open en dan hier stopt het opeens. Hier stopt het gewoon opeens. Ik vind het jammer. Heel erg jammer. Maar mijn, ik ga het gewoon zeggen. Op nummer 3 zet ik de, wat we net gedaan hebben, dus het express treintje helaas, omdat hij zoveel bomen had. Dat vind ik heel jammer. Plaats 2. Ga naar de River Raid, een hele leuke achtbaan. En plaats 1 natuurlijk naar de Rocket Coaster. Niet te geloven hoe vet die was. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat er zoveel bomen stonden. Goed, boten we afsluiten. Krijg ik nog een afwasmelding. Weg ermee. Wil ik jullie nog een tip geven? Omdat het zo warm is, heb ik een hele goede tip. Smeer je in! En vergeet je haar ook niet goed te borstelen. Goed. En daarmee komen we weer aan het einde van deze aflevering van No Limits 2. Ik ga een ventilator pakken en op mijn gemakje deze video editen. En ik zie jullie natuurlijk zaterdag niet, maar zondag terug. Bij een Akinator om 10 uur, 7 uur. Maar eerst om 4 uur nog. 4 uur. 16 uur, 4 uur komt nog eerst de laatste No Limits 2 build tutorial online. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende aflevering.